Hallo allemaal, we zijn alweer midweek, 20 september vandaag. En we zitten nog altijd in een erg wisselvallig weerbeeld. Dat gehang maakt wordt door een aantal lage drukgebieden. Lage drukgebieden die ons weer in negatieve zin beïnvloeden. Alhoewel vandaag wel een beetje een betere dag is. Het is zeker niet schitterend, maar het is toch beter dan de vorige dagen. We krijgen een meestal droge dag. Ik verwacht eigenlijk niet dat er neerslag aan te pas komt vandaag overdag. Maar het is nog altijd wel vrij winderig. Het keert uit een zuidelijke richting. En die wind die waait toch wel matig tot vrij krachtig boven land. Aan de kust nog altijd vrij krachtig. Er zijn nog vlagerige uitschieters mogelijk. Maar die zitten minder hoog dan de vorige dagen. Dus dat is toch een beetje beter. Wat ook beter is, zijn weer de temperaturen. We komen alweer uit een heel zachte nacht met minima rond 17 graden. En vandaag overdag starten we dan met die 17 graden. En uiteindelijk loopt het kwik vanmiddag op naar een 21 tot 22 graden. Dat is toch weer een tikkeltje zachter dan de voorbije twee dagen het geval was. Nog niet om over naar huis te schrijven, dat niet. En ook de zon, ja, die laat het grotendeels afweten. Er is af en toe wel eens wat zon mogelijk. Maar het is toch meestal de bewolking die zal overheersen. Vanavond en vannacht gaat het dan regenen. Vanavond is het eerst nog droog, maar wel met veel wolken. In de loop van de nacht komt dan een regenzone dichterbij. En zeker na middernacht kan het intensief gaan regenen. Het is een actieve regenzone die doortrekt met vrij veel neerslag. Het is wel weer een erg zachte nacht. De minimumtemperaturen die zitten alweer rond een 17-tal graden. En de wind die neemt af en draait wat meer terug naar een zuidwestelijke richting. Morgen hebben we dan met een echte herfstdag te maken. Een regenzone sleept zich doorheen onze omgeving en die kan eigenlijk de hele dag door blijven haperen. Zeker in Oost-Vlaanderen moet de hele dag met rekening gehouden worden. In West-Vlaanderen kan het in de loop van de middag vanaf de kust geleidelijk aan wel droger worden. Het is ook ronduit fris. In de regen daalt de temperatuur zelfs ten opzichte van de nachtelijke minima. Morgen overdag in die regen maar een 13, 14, 15-tal graden. Buiten de regen om kunnen we nog maxima noteren van een 16 tot 17, misschien heel eventjes 18 graden, maar dat echt het maximum. Het is wel een stuk rustiger, met duidelijk veel minder wind. Vrijdag en zaterdag krijgen we dan een wisselvallig weerbeeld. Vooral vrijdag zijn er nog perioden met regen of buien mogelijk, bij zo'n 18 graden. En dan opnieuw goed doorstaande zuidwestelijke wind. Zaterdag dan is het een droge dag. Misschien dat er toch hier en daar nog een enkel buitje valt, maar die kans is niet zo groot. De droge periodes overheersen. Maar het is wel nog in koele lucht dat we zitten. Dus veel meer dan een 17, 18 graden zal er niet in zitten. Maar het weerbeeld wordt wel vriendelijker met geleidelijk aan meer zon. En dan vanaf zondag, dan zet ik er de pluim bij. En dan zie je dat die weersverbetering die al een paar dagen in de pijplijn zit, er doorkomt. De temperaturen lopen op. We halen zondag al maxima vooraan de 20 graden. En dat zal dan eigenlijk wel voor de hele volgende week het geval zijn. Met veel zon erbij. Al zijn er ook wel dagen dat er wat bewolking binnenschuift. Maar in alle geval, vanaf zondag dient zich weer een lange nazomerse periode aan. Je ziet dat in die pluim trouwens ook. De onderste grafiek niet helemaal droog is. Geen neerslag meer. Dus dat wordt opnieuw een week om volop van te genieten. Zo, je bent weer helemaal mee. Alvast bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.